Oké, daar zijn we weer met een nieuwe vlog voor week 51 van de Merlies, Marlies en Radiance. Dus de drie gewassen waar we op focussen. Zoals we zien, we hebben alweer aardig wat kleur, dus het is hard gegaan van de week. En we gaan zo eens even naar het gewas kijken. Ik sta hier weer tussen het gewas. Aan mijn rechterhand de Merlies, aan mijn linkerhand de Marinies. En wat we deze week vooral zien is dat doordat we wat kleur in krijgen, zie je toch dat die plantbelasting ietsje aan het afnemen is. Dus we zien wat meer kracht in de kop terugkomen. We zien de trosjes iets sterker worden. En in de Marinies zien we dat de vegetativiteit terugkomt. Dat is iets wat we eigenlijk liever niet te gek willen hebben. We sturen op Merlies, dus de Marinies moet volgen. En de Marinies hebben gewoon van nature iets meer kracht. Daarnaast wat we qua water geven, wat we hier nog doen is om een goede vulling te krijgen, is dat we ook nog een nachtbeurtje hebben toegevoegd aan onze watergeefstrategie. We teren 's nachts toch iets te veel in, vinden we. En we beginnen om 12 uur met belichten. Dan moet je toch rond een uur of 3-4 even een nog extra beurtje geven. Nou, ik sta hier bij de Radiance. Wat we bij de Radiance zien is dat die vegetatief het sterkste is van de drie, zeg maar. En wij meten de bladlengte, wij meten de groeilengte, de lengte die groeit iedere week. En wij meten ook de bloeihoogte, dus de hoogte waarbij het eerste bloemetje bloeit. En we zien dat de Radiance in alles de topper is. Dus, en of dat positief is of negatief, dat laat ik even in het midden. Maar we hebben de hoogste waardes in bladlengte, we hebben de hoogste waardes in groei per week en we hebben de hoogste waardes in bloeihoogte. Dus dat is Radiance.